De Pride Month is afgelopen zaterdag officieel van start gegaan en loopt tot en met 6 november. Zoals elk jaar zijn er diverse activiteiten in deze maand om bewustwording en erkenning van de LGBT-gemeenschap in Suriname te bevorderen. Morgen begint het filmfestival van de Pride Month met de romantische comedy Saving Face in TBL Cinemas. En minister Amar Ramadine van Volksgezondheid heeft tijdens de 30th Pan-American Sanitary Conference van de PAHO in Washington DC gesproken met de onderminister van Volksgezondheid van Cuba, Tania Margarita Cruz Hernandez. Het gesprek vond plaats in aanloop naar een bezoek aan Cuba. Daarbij zijn enkele afspraken gemaakt. Minister Ramadine vertrekt later deze maand naar Cuba om de gesprekken voort te zetten, waarbij er ook een onderhoud zal zijn over de mantelovereenkomst tussen Suriname en Cuba voor gezondheidswerkers. De Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, ICA, heeft vanmorgen een training voor landbouwers verzorgd. Deze is gedaan onder het CARICOM AG Ready project. Het thema was Sensitization Activity for Local Farmers of Paramaribo on Agriculture Data Collection, Greenhouse Gas Inventory. Inleider Sulega Warris, die een presentatie hield over klimaatverandering en landbouw, geeft aan dat de aarde warmer wordt door het broeikaseffect. In de jaren heen is er een toename van menselijke activiteiten, waardoor er meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en stikstof. Waar komen de broeikasgassen vandaan? Ze komen van landbouw, bosbouw, industrie, veeteelt en noem maar op. Allemaal door menselijke activiteiten. Het doel is om de uitstoot te afnemen, waardoor de opwarming ook verminderd wordt. Dus minder emissies. We willen minder emissies, waardoor we ook een gezonder aarde hebben. Warris geeft verder aan dat het effect van klimaatverandering op de landbouw anders uitpakt dan op de andere sectoren. Ze legt uit wat er gebeurt met vooral vee. De herkauwers zijn produceren gassen door het feestverdelingsstelsel. En deze komen vrij in de atmosfeer, namelijk wanneer ze opboeren. De mest van het vee produceert ook gassen. Uit het mest komen er koolstof- en stikstofgassen vrij. Het toevoegen van mest op het veld of weiland zorgt ook voor meer stikstof aan de bodem. En een deel van de stikstof komt vrij als gas. In landbouwgronden, wanneer een kalk, ureum en andere stikstofbemesters toegang van kalk, ureum en andere stikstofbemesters, daar ontstaat dan ook gassen. En ook wanneer bij grondbewerken en branden komen er ook gassen vrij in de atmosfeer. De training is afgesloten met het invullen van een enquête door de deelnemers. De training is verzorgd in het CES-gebouw van het ministerie van LVV.